Het eerste rechtstreekse zeevrachtschip tussen China en Suriname arriveerde op 13 maart in Suriname. Het 30.000 ton zware vrachtschip Capricorn van Caribbean International Shipping Company, CSI, is het eerste directe vrachtschip dat is aangekomen na het Direct Shipping Pilotprogramma tussen China en Suriname. Lange tijd heeft het maritieme vrachtvervoer tussen de twee landen te lijden gehad onder problemen die de handel tussen China en Suriname ernstig hebben beperkt. Om deze problemen op te lossen heeft de Chinese ambassade in Suriname het voortouw genomen bij het bevorderen van de realisatie van de directe scheepvaart tussen China en Suriname. Dit door relevante vrachtonderneming en te begeleiden bij het testen van de directe scheepvaartsroutes tussen de beide landen. De rechtstreekse scheepsroute moet ervoor zorgen dat de duur van de vrachthandel tussen de twee landen wordt verkort. In het verleden was de verzendcyclus tussen China en Suriname over het algemeen meer dan 60 dagen, wat zelfs tot 90 dagen uitliep tijdens de COVID-19-pandemie.